Het ministerie van Volksgezondheid is bezorgd over toenemende gevallen van COVID-19. Dit kwam naar voren tijdens een gisteren gehouden persconferentie, geleid door minister Amar Ramadan, infectioloog Steffen Vreeden en volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gayadar Sukul. Gelet op de verontrustende toename van besmettingen is tijdens de vergadering aangekaart dat de samenleving genoodzaakt zal zijn voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Gayadar Sukul gaf de recente cijfers van Suriname door. We hebben vanaf het nieuwjaar hebben we enkele opnames gehad in AZP 4. Dat waren eigenlijk mensen die vanwege andere redenen opgenomen waren, maar die hebben een nevendiagnose gekregen. Ze hadden ook toevalligerwijs COVID-19-infectie opgelopen. In de diaconesse heb je 3 mensen, Slaans 3. In het Sint-Vincentius ziekenhuis 4, Wanica 3 en in Nikeri 6, totaal 23 gevallen die opgenomen moesten worden dit jaar. Dus dat is de trend wat betreft opnames, wat betreft de statistieken, wat betreft de COVID-doden. Dan hebben we de afgelopen 6 maanden hebben we gelukkigerwijs niet meer dan 10 COVID-doden gehad. We hadden in december hadden we 5, in november 1, in oktober 7, in september 2, augustus 3. Dus gelukkig zijn we eigenlijk in die cijfers, als u vergelijkt met de cijfers van vorig jaar, waarbij wij in de piek boven de 200 mensen, boven de 200 doden hadden. Minister Ramadan ontkrachtte wederom het vals bericht dat er een nieuwe variant zou zijn ontdekt in Suriname. De bewindsman blijft benadrukken dat de samenleving zelf erop moet toezien dat zij preventieve maatregelen moet nemen om besmetting te voorkomen. En we benadrukken nog steeds, Mohana, we benadrukken nog steeds het vaccineren. Wij benadrukken nog steeds het testen, want dat is precies, ik krijg onderweg naar hier het bericht dat ook Zuid-Afrika vandaag het besluit genomen heeft om geen inreisbeperkende maatregelen te treffen tegen China of welk land dan ook. Zoals aangegeven, we volgen ook de ontwikkelingen regionaal. En ook in het Caribisch gebied en in de regio van de Amerika's is er een stijgende trend van infecties te merken. Belangrijk is, zoals dokter Vreeden net zei, de vaccinatiedekking in de gemeenschap, in de samenleving, moet wel verbeterd worden. En het ministerie van Volksgezondheid heeft genoeg vaccins ter beschikking bij het BOG. We hebben genoeg vaccins om mensen te beschermen, zowel de boostershots als de eerste vaccinaties. Dat zijn belangrijke interventies die op dit moment gepleegd moeten worden om zoveel als mogelijk gevrijwaard te zijn van de complicaties van een infectie. In Suriname is de dekkingsgraad voor wat gevaccineerden betreft beneden de 50%. Heel laag, zegt infectioloog Vreeden, eraan toevoegend dat 85% het meest ideale percentage is. De infectioloog wijst erop dat de strakke maatregelen van 2020 en 2021 nu niet toegepast hoeven te worden, omdat de samenleving hiermee wederom ontregeld zal worden. Echter verwacht de regering wel dat iedereen de nodige voorzorgsmaatregelen treft, waaronder het in acht nemen van de Mohana-protocollen.